kost hij in ieder geval Feyenoord één punt verzorgd. Entrante Castagnos solo. Entrena Castagnos. Hard voor de goal langs. 3-0. Luc Castagnos eindelijk zijn doelpunt. Hoe heb je het hier in Twente? Bevalt dat? Ja, zeker. Zeker. Het is ook natuurlijk niet te vergeten een mooie omgeving. Veel natuur ook en veel rusten. Want het is niet zo, net als in Rotterdam, dat je een grote stad hebt en dat je overal naartoe kan gaan. Maar dat is ook goed. Maar is Luc Castagnos een liefhebber van flora en fauna? Een natuurmannetje? Nee, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Ik heb ook veel liever de stad, maar ja, dat op en neer rijden, dat is veel te zwaar allemaal. Catalino, mandare across la destra. Castagnos! Finalmente un cross di piatto. Qua spelen heb je natuurlijk 6 wedstrijden gespeeld in de Serie A, waarvan 5 als invaller. Ja, wat heeft dat met jouw zelfvertrouwen gedaan? Ja, natuurlijk als voetballer op de bank zit, dat is het ergste wat er is. Maar ja, je hebt natuurlijk spelers als Milito, met alle respect. Milito is veel beter nu op mij nu. En natuurlijk op leeftijd, maar die man heeft zoveel kwaliteit, dat is, die stond er ook verdiend in. En, ik had er ook geen bezwaar tegen, ik trainde elke dag met de wereldtop. En spelers als Zanetti, Sneijder, Milito, ja, kan je maar doorgaan. En dat zijn spelers van wereldklasse en ik denk dat ik veel van geleerd heb in 1 jaar. Weinig gespeeld, maar ik denk heel veel geleerd. Als voetballer en als mens natuurlijk ook. Good ball, Castagnos! What a start to his Inter career. The 18-year-old who they signed in the summer from Feyenoord. We hebben elkaar vaker gesproken en telkens zei hij, mijn tijd komt nog wel, ik moet geduld hebben, maar die tijd is nooit gekomen. Waar ligt het nou aan? Klopt, die tijd is nooit gekomen. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk ook 3 trainers in 1 jaar. Die gaan dan terug ook naar de vastigheid, denk ik. Naar ervaren spelers. Ik denk als het wat beter ging met ons, dat het ook wat makkelijker was voor onze jonge spelers bij Inter. En het is gewoon, het is anders gelopen zoals ik het wou. En dat is gewoon weer een leermoment en moet verder. En dat boek Inter is nu gesloten en klaar. Maar fijn het gevoel, ja, het is toch wel de tijd dat ik daar heb gespeeld, vanaf de jeugd, het eerste, mijn goals die ik daar heb gemaakt en ja, met de jongens natuurlijk ook samen, dat je vanuit de jeugd samen naar het eerste doorgroeit, dat is ja, het is heel mooi en dat je nu de jongens ziet groeien en jongens gewoon naar het Nederlands elftal doorgroeien, ja, dat vind ik heel mooi en daar ben ik ook een beetje trots op. Heel eerlijk, hè, Luc, heel eerlijk. Als je diep in je hart kijkt, hij was toch na Inter gewoon het liefst teruggegaan naar Feyenoord. En dat, die mensen in Twente hier, die zullen het allemaal begrijpen, maar zo is het toch? Ja, het eerste wat ik wou was, verhuurd worden aan Feyenoord. Maar ja, als Inter niet mee, Inter wou niet meewerken. Ja, daarna waren we op deel 2 uit van verkopen. Zijn we weer naar Feyenoord gegaan. En Martin van Geel zegt ja. Wij kunnen dan niet betalen en ik kan niet stil blijven staan, ik moet door. Dan moet je door met je leven, tuurlijk. Feyenoord ben ik sinds de dag van vandaag dankbaar voor alles. Want waar ik nu sta is ook dankzij hun, natuurlijk, zeker, het grote deel. Maar ja, je moet door en nu speel ik bij FC Twente en nu ben ik speler van FC Twente. Twente Feyenoord, 4 november. Wat voor wedstrijd wordt dat voor jou? Ja, het wordt een bijzondere wedstrijd. Wij moeten gewoon voor de winst gaan en ik denk dat het een hele lastige wedstrijd wordt. Want zelf, toen ik bij Feyenoord speelde, als we naar Twente gingen, Twente had het altijd lastig bij ons. Ik weet wat nou mooi is, je hebt nog steeds over ons en over wij. Ja, dat het gaat automatisch gewoon. Ga je juichen als je scoort? Nee.
Daar heb je al over nagedacht? Ja. Waarom niet? Nee, zoals ik zeg. Waar ik nu sta en waar de club mij ook naartoe heeft gebracht, de club Feyenoord, ben ik ze tot van de dag van vandaag dankbaar. En natuurlijk, ja, er komt een fluitconcert, dat weet ik. En, maar ja, voor het respect naar de mensen die mij elke week, elke dag daar hebben getraind en daar juich ik niet. Met respect voor hun. Amen. Alsjeblieft.